Vandaag is het Wereldkinderkankerdag. Een dag waarop je beseft dat ieder jaar 650 kinderen de diagnose kanker krijgen. 1 op de 4 kinderen overlijdt. Dit is voor mijzelf en mijn vrouw ook een dag waarop we even stilstaan wat wij en samen met onze kleine prinses Jada allemaal hebben meegemaakt. April 2018, dat is een datum die ik in ieder geval nooit snel zal vergeten. Dat is de datum waarop wij te horen kregen, Chantal en ik zelf, dat ja, Jada een diagnose kanker had in de lichaam. Nierkanker met uitzaaiingen. Ja, dan zakt gewoon de wereld onder je voeten vandaan. En ik heb een hoop meegemaakt als topsporter in mijn carrière. En niets, maar dan ook niets, komt in de buurt van dat gevoel van en nu? Ik weet nog heel goed dat Chantal en ik op een avond haar hele kamer hadden versierd en met discoverlichting. En ja, toen stonden we daar gewoon een feestje te bouwen met z'n drieën, terwijl ze dood en doodziek was met neussondes en helemaal kaal en aan het vechten voor de leven. Maar toch dat klein beetje, die glimlach en die sprankeling in de ogen, dat was goud. De veerkracht van kinderen is ongekend. Ik bedoel, hoe diep ze kunnen gaan, hoe ziek ze ook zijn, de volgende dag kunnen ze in één keer weer gewoon hier zijn, terwijl... Ja, bij ons als volwassenen is dat heel anders. Dus ik heb een enorm respect voor kinderen in het algemeen gekregen. Wat een enorme bikkeltjes dat zijn. Vandaag is het Wereldkinderkankerdag. Een dag waarop je beseft dat er zoveel kinderen nog zijn met de diagnose kanker. En ik ben nou benieuwd wat deze dag betekent voor de ouders. Vorig jaar, 14 februari, stond de huisarts, of die belde me van... U bent vanochtend met Emma naar het ziekenhuis geweest voor een röntgen en een echo. En de radioloog heeft me daarna gebeld dat het niet goed was. Is het goed als ik vanmiddag even langskom om het eentallen met u te bespreken? Ja, dan op dat moment staat de wereld natuurlijk helemaal stil. Het gevoel wat je krijgt als je dochter kanker heeft is eigenlijk niet te beschrijven. Maar alles wat vast en stabiel onder je is, wat normaal lijkt, is alles is in één keer weg. Alles wordt gewoon acuut weggeslagen. Ja. Machteloos. Zeker die eerste weken, als je heel weinig weet, alleen dat ze kanker heeft, maar niet precies wat de diagnose is. Ja, dat is gewoon echt killing. En dan word je eigenlijk gelijk geraakt door het ergste wat je maar als gezin kan raken. En dat is als het je kind aangaat. Het traject waar je in zit, heb je eigenlijk nagenoeg geen invloed op. En ben je eigenlijk overgeleverd aan de specialisten in het Maxima Centrum. En daar moet je dus veel vertrouwen in hebben. Dus wat wij steeds gepoogd hebben, is met dingen bezig te zijn waar we wel invloed op hebben. Humor was er één, dagjes uit, et cetera, et cetera. School was er één. En dat heeft enorm geholpen. Wij hebben echt geprobeerd net zo te denken en te doen zoals zij het doet. En daar kunnen we echt een voorbeeld aan nemen. Wij denken alleen maar in zorgen. Dat doet zij niet. En we hebben ook gezien dat als je het doet zoals het kind het doet, brengt het ook een stukje rust. Ze kwam thuis met de MRI, zei ze, nou gaan we vanavond een horrorfilm kijken. Ja, dat is echt wel... Ze hadden de MRI op DVD gekregen. Ja, eindelijk een horrorfilm met mij in de hoofdrol. Wij weten, we staan 's ochtends op, we hebben weer een behandeling in het Maxima. We zitten in de auto 's ochtends en ja, wij hebben weer zoiets, het wordt een lange dag. En zij zit op de achterbank en dan zegt ze, oh, het wordt heel gezellig vandaag, want we gaan weer naar het Maxima. En dat vind ik zo dubbel om te horen, dat je enerzijds denkt van, kind, je realiseert je helemaal niet waarom je naar het Maxima moet. En dat is maar goed ook. En anderzijds geeft het ook weer hoe goed het hier is geregeld. Ik bedoel, je wil hier niet zijn, maar als je dan toch in een situatie komt dat het zo is, dan ben je nergens beter af dan hier. Absoluut. En dat ervaren die kinderen echt zo. Focus op het positieve. Focus op dingen die je daadwerkelijk kunt veranderen. Ons hebben die energie gegeven. Heeft ons enorm geholpen. En onze dochters ook.
We hebben tijdens de fase allerlei dingen meegemaakt. Dingen die vervelend zijn en dingen die erg zijn. En Julia zegt dan ook elke keer, ja papa, domme pech. Elke keer ook domme pech, want dat waren ook de woorden van de oncoloog. Jullie hebben domme pech gehad. Dus we hebben op een gegeven moment het levensmotto ingesteld van we zijn onderweg van domme pech naar puur geluk. Ja. En daar gaan we voor. Thank you.